we 5000 Pringles bussen en gaan we kijken wat voor fantastische dingen we daarmee kunnen maken. Let's go! Via Instagram hebben jullie inzendingen gedaan van dingen die je zou moeten kunnen maken met Pringles bussen. Daar heb ik er een aantal van uitgekozen en die gaan we vandaag proberen. Zoals je misschien is opgevallen is deze video in samenwerking met Pringles. Wij gaan er vandaag voor zorgen dat we jullie omverblazen met epische bouwwerk. Uiteindelijk bepalen jullie ook wie er gaan winnen. Deze Pringles bussen zijn allemaal leeg. Alle chips is al opgegeten. Quinten en ik hebben een team, namelijk Team Simp. Stop that. No simp. Vandaag wel, man. Tactiek? Ik ga gewoon bouwen alsof mijn leven ervan afhangt. Wij zijn team Panika. Stop that. Van paniek. Panika. Panika. Oh, vet. Team Panini gaat uit van praktische... Panika. Gaat uit van praktische vaardigheden. Fistbump in de lucht. Tijd voor de allereerste opdracht, namelijk mannen. Wat? Mannen? Mannen. Mannen? We krijgen allemaal een uur de tijd om een zo mooi mogelijke toren te maken. Want uiteindelijk gaan de Instagram-volgers via een Instagram-storietje met een polletje bepalen wie er gewonnen heeft. En het verliezende team is de lul. Quinten. Ja. Ik heb een geheimpje. We hebben natuurlijk een klein beetje voorbereidend werk gedaan. Pak er eens één. Dit is een lege, losse Pringlesbus. Maar wat ik je nu ga laten zien is ongekend. Ik pak deze Pringlesbus, ja? Hey! Ja, we hebben een klein beetje lijmwerk van tevoren gedaan. Zodat het, kijk, het is dan iets makkelijker. Dan kunnen we iets sneller bouwen. 3, 2, 1, let's go! Ik denk, Paul en Mitch kennen. Zij gaan iets fucking moeilijks maken. Ja. Ze zijn helemaal uitsloven, een soort Colosseum of zo. Ja, precies. Alleen de kans dat dat om gaat vallen is natuurlijk best wel aanwezig. Wij moeten gewoon dus een ziek stabiele toren hebben die fucking groot is. Ja, we gaan een heel klassiek stuk maken. Denk Da Vinci, denk de Sixtijnse kapel. Denk Frankrijk, Italië. Het zou zo dom zijn als je piramide bedenkt. En dan hier nog eentje tussen, dus top. Wel eentje hoger. We hebben nog een half uur. And then we have to be finished. We wilden eigenlijk een mooie koepel maken. Alleen ja, met dit soort bussen is dat best wel moeilijk. Stort dit makkelijk in dit? Nee. Als je dit doet? Nee, het stort niet in. Stabiel. Fucking stabiel. Hey. Oké. Okay. Hè? Ja, dit is netjes. Niet overmoedig worden. 2 minuten. Kom maar, we zijn al hoger. Nee, nee, doe maar niet. Doe maar niet. Gaat op fout. Die... Laat hem zo. Ja, laatste moment. Nog een paar seconden. 3, 2, 1. Stoppen! We hebben gestreden, we hebben gezwoegd. Het was stressvol, het was leuk, het was alles in één. Ik word gewoon nerveus als ik er naar kijk. Ja, dat is dus het gevoel wat je wil. Panika. Panika. We beginnen even met team Panika. Wat hebben jullie gemaakt? Dit is de Sagrada Panika. Als je hier naar kijkt, willen we al helemaal een lichamelijke reactie bij teweeg brengen. Misschien als je die scheve toren denkt, Ja, aanschouw de Sagrada Panika. Panika. Wow, fantastisch. Ja. Woehoe. Team Sim, we hebben iets gemaakt. Pyramide. Klaar. Ik ga er niet meer woorden aan vuil maken. Ik ga stories plaatsen op mijn Instagram. Mensen mogen anoniem stemmen op welke toren ze het mooist vinden. De verliezer is de Sjaak. Goedemiddag allemaal. Twee teams hebben twee torens proberen te maken. En jullie mogen stemmen. Mijn story staat inmiddels een half uurtje online. En dat betekent dat je een redelijke goede representatie hebt van de mening van de Nederlanders. Oké, we gaan kijken, ja? Wij hebben toren 1, wij hebben toren 2. We hebben een winnaar. Met 64% van de stemmen. Oeh! Heeft toren 1 gewonnen! Ja! Woehoe! Jullie hebben verloren. Ik heb wat leuks geregeld. Steen, papier, schaar. Ja! Mitch, je wordt nat. Misschien. Dit ken je toch wel van de kermis? Eén van jullie, in dit geval Mitch, gaat hierop zitten. Dan mogen Quinten en ik met een bal proberen te gooien. En dan, als we hier raak op gooien, dan valt hij om als je erop zit.
één keer raak. Gewoon. Ja! Oh, domme net. Ah! Oh. Ah! Oh! Oh! Ja! Ronde 2, dames en heren. We krijgen 1 uur de tijd om een zwembad te bouwen. De Instagram-volgers gaan weer bepalen wie het mooiste zwembad heeft gemaakt. Klaar voor? Yo! Tijd gaat... nu! We zaten net na te denken, als je alleen maar pringelsbussen gebruikt en daar dan water in ramt, dan ontploft dat zwembad natuurlijk. Daarom hebben we even een soort framepje, zodat het iets steviger blijft zitten. Wat zij gaan doen, is... zij gaan hem mooi proberen te maken. Wat hoort er bij een zwembad? Een duikplank en een stoel van de badmeester. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. Wij maken hem 2 keer zo groot. Ja, maar dat moeten we wel doen wanneer het zijn al zo ver zijn. Ja, dat ze niet meer terug kunnen zijn. En op een gegeven moment, halverwege, past dat ding ernaast. Ja, briljant. Oh my god. Hey! Vriezen! Palen! Maar pang, jongen. The fuck? Ik weet niet wat een tactiek gaat worden. Waarschijnlijk weer iets onorigineels zoals de piramide. Maar misschien dat ze dit keer beter doen. Ik weet niet. Kijk dan, het ziet er toch niet uit, man. Dit is fucking lelijk, joh. Op Instagram een foto. Wie heeft het mooiste zwembad? Het is tijd voor onze surprise. We gaan het zwembad namelijk 2 keer zo groot maken. Die zien ze nooit aankomen. Ze hebben nog een bad. Ja, jongen. Ik zit er wel een beetje doorheen. Ik zag net dus Paul en Mitch een beetje roezemoezen. Het kan 2 dingen zijn. Of ze denken, ja, dat is een mafkees. Ze doen dit en dit fout en dat is fucked up. Of ze denken, ja, fuck. 2 keer zo groot. Een trappetje. Ik weet het niet. Het wordt heet onder de voeten. Wat nou als we niet winnen? Het ligt in de handen van de kijkers. Dat is zo'n beach, zo'n strandclub, een ordinaire... Dit is gewoon fun. Fun waterpark is dit. Time's up, ladies and gentlemen. Stop met bouwen. We beginnen even met ons zwembad. Kom mee. We hebben een zitgedeelte. Dit gedeelte kun je lekker chillen. We hebben gekozen voor een extra groot zwembad, zodat je met 2 mensen erin kan zitten. Yep. Het enige wat je nu nog hoeft te doen, plaatsnemen. Oh, zonnebrilletje. Ik ga lekker even plassen in het water. Oh, lekker. Het wordt lekker warm. Dan wordt het warmer. Hi, leuk dat je kijkt. We zijn bij Panica Luxurious Welspringbad. Dit is een speciaal schoonspringbad. Ik zal jullie even een korte demonstratie geven. Daar zit onze badmeester. Onspring, klasse A, sexy C. Prachtig, beautiful. Mijn god. Deel 2 van de Pringles bouwwedstrijd. We hebben zwembaden gemaakt. Jullie mogen weer stemmen op het mooiste zwembad. Ik heb de stories geplaatst. Mensen hebben massaal gestemd. Here we go. 52% heeft de winnaar. Nee. Ik zweer het je. 52%. Dat is tante close. Winnende zwembad. Met 52% van de stemmen. Is... zwembad nummer 2! Ja! Oh, nee! Dus steen, papier, schaar. Nee! Dit is het ballonnetje. We hebben hier een smurrie in gedaan. Daar word je niet gelukkig van. Quinten, aan jou de eer. Jij mag beginnen. Kom maar, joh. Neusje. Oh! Deze gaat mis. Kijk nou. Komt bij jou. Ja! 100 circles. Duurde echt heel lang. Volgende ronde, mensen! De strijd is gestreden. Het is klaar met de battles. We gaan gezamenlijk met alle bussen die we hebben een huis bouwen. Een huis waarin je moet kunnen chillen. Zie het als een vakantiehuis. Laten we even overleggen hoe we dit huis gaan bouwen dan. Hoe kunnen we zorgen dat dan dat dakdeel, de binnenste Pringles, niet naar beneden valt? Mogen we ook lijmen? Ja. Oh, hoor, kijk! Of zo aan elkaar, of zo. Doen we ongeveer 3x3, noemen we. Met puntdakje erop. Puntdakje?
En dan ben ik klaar. Oké. Nou, laten we beginnen. Ik vind ons als viertal eigenlijk beter dan als teams tegen elkaar. Weet je, we hebben gewoon één missie. We hebben één doel, we hebben één strategie, we hebben één visie. Quint is de lijmkoning. Ik ben een zandmeneer. Deze boys doen ook maar wat de hele tijd. En Mitch draagt een rok. Voor de mensen die het nog niet was opgevallen. Je merkt het aan alles. Het is een lange dag geweest. En ze raken een klein beetje hun focus kwijt. En we zijn serieus de hoogte in aan het gaan. Dat betekent dat het allemaal instabieler wordt. Maar deze, Paul, deze op de hoek, tel deze even omhoog. We zijn toegekomen aan het dak. Dat is natuurlijk niet makkelijk. We gaan even wat latjes erop leggen. Met een beetje lijm, zodat hij wat steviger zit. Want het zou natuurlijk triest zijn als hij nu in elkaar zakt. Oh, zo bedoel je? Nee, en dan trek je hem er weer. Gewoon er overheen plakken. Gewoon. Zie even hoe scheef dit staat. Van een afstandje lijkt het misschien stevig. Maar als je dichterbij komt, dan zie je er zulke dingen. En dan denk je, hoezo staat het nog overeind überhaupt? We zijn er bijna, dus als we gewoon geen fouten meer maken, dan komt het goed. Neerzetten, rem. Ik krijg die remmen niet op hier. Pas op jongen, pas op die koude voet daar. Living on the edge. Je ziet het, ons mega comfortabele huisje. Ik denk dat ik hier blijf slapen vandaag. Zijn jullie een beetje trots op jezelf? Sowieso. Pringles, dankjewel voor deze video. Jullie bedankt voor het meedoen. Jij bedankt voor het kijken. Later, hè? Bedankt voor het... Jullie dachten echt dat dit het einde van de video was? Nee, natuurlijk niet. Ja! Ja! Ja!